Deze week in het Campus Nieuws een slowfoodmarkt in de Refter, geplande nachttreinen van en naar Arnhem en Utrecht en zit de UvA in financiële problemen. Donderdag 20 februari organiseerde het Radboud Ondersprogramma in samenwerking met Slowfood en Lekker Lokaal een zogenaamde Slowfoodmarkt in de Refter. Slowfood is een organisatie en ik vind het heel erg belangrijk dat producten lokaal worden verkocht en dat het biologische producten zijn die op een eerlijke manier worden bereid. Studenten konden hier kennis maken met gezond, biologisch en lokaal voedsel en deze producten proeven en aanschaffen. Daarnaast konden enquêtelijsten worden ingevuld voor een onderzoek dat het Ondersprogramma deed over studenten en Slowfood. En door middel van deze markt willen we eigenlijk de student eigenlijk informeren dat het er is. Maar ook een soort van vermakkelijking, zodat mensen gewoon kunnen denken van nou, hier kun je het kopen. De organisatie hoopt de slowfoodmarkt in de toekomst tot een terugkerend fenomeen te maken. Vanaf 2015 is de NS van plan in het weekend nachtrijden in te zetten op het traject tussen Utrecht, Arnhem en Nijmegen. Het is echter nog niet helemaal zeker dat dit doorgaat. De regionale overheden zullen dan wel mee moeten betalen. Eerder deze maand kwam de correspondent met een analyse van de financiële situatie van de Universiteit van Amsterdam. En die ziet er niet goed uit. Door allerlei omstandigheden heeft de UvA veel geld geleend en daarbij ook derivaten gekocht. Die derivaten zijn in principe een verzekering, legt econoom Ilke de Jong uit. Stel, je wilt een gebouw financieren, dat kan ook een huis zijn, en je wilt 5% rente betalen. Als je dan een lening afsluit waarvan de rente in de tijd verandert, dan ben je er niet zeker van dat je die 5% moet betalen. Nou, dan is de mogelijkheid om een rentederivaat te kopen en dat betekent dat gaat de rente omhoog, dan krijg je vanuit dat derivaat een bedrag, zodat je uiteindelijk toch 5% betaalt. Gaat de rente naar beneden, dan moet je betalen. Maar toch hebben juist die verzekeringen nu grote financiële gevolgen voor de universiteit. Het gaat gewoon ervan uit van ja, die gebouwen staan er 30, 40 jaar, dus we moeten leningen afsluiten voor 30, 40 jaar. Zo lang kunnen we de rente niet vooruit voorspellen. Laten we dan maar op zekerheid werken. Alleen, ze hebben er te veel van afgesloten en dan wordt het een speculatief iets wat nu tegen hen werkt. De UvA heeft dus grote risico's genomen met die extra derivaten. Ondanks de nog altijd oplopende schuld verwacht de Jong niet dat de universiteit failliet gaat. Stel dat ze hier veel verlies aan leiden, dan zal de eerste reactie bezuinigen zijn. Dus dat failliet en zo, dat zal ik zo'n grote publieke organisatie zie ik niet gauw doen. In een reactie laten de Han en de Ru weten dat zij geen derivaten en een gezonde financiële situatie hebben. Het SSAN-complex Schrifdijk in Lent blijft nog 2 jaar langer open. Volgens de oorspronkelijke plannen zou dit oud-asielzoekerscentrum aan het eind van dit collegejaar sluiten. Momenteel wonen er vooral internationale studenten die het naar hun zin lijken te hebben. I think it's a good idea to keep Lent for 2 more years because everyone here seems to have a good time and they really like it. They like living with 4 people and it's a fun place to live sometimes.